Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van Verbeta. En deze keer gaan we kijken naar weer een vervolgopgave in de vlakke meetkunde. Nu mogen we ook gebruik maken van F-hoeken en Z-hoeken. En dit is een redelijke puzzel. Maar de vraag is, als eerste bereken hoek D. En we weten een aantal dingen, namelijk AD is gelijk aan DC. Dus we kunnen al zeggen dat deze een gelijke lengte heeft als die. En even kijken, we kunnen ook verder zeggen, even kijken, dat hoek A, dat is deze totaalhoek, die is 70 graden. Oh, en AB is parallel, dus dat is deze, die loopt parallel met DC. En daar teken ik even een soortement van pijltje in. Zodat je kunt zien, kijk, deze lopen allebei die kant op, parallel. Tekentjes op lijnen kunnen van alles en nog wat betekenen wat dat betreft. Dus kijk er altijd even vooruit. Goed, bereken hoek D. Nou, dan kunnen we van alles en nog wat gaan doen. Maar ik ga eerst eens gebruik maken van dit gegeven hier. Hoek A1 is hoek A2 en hoek A is 70 graden. Dan kan het niet anders als hoek A 70 graden is en A1 is gelijk aan A2. Dan moet hoek A1 wel gelijk zijn aan 35 graden. Waarom, vraag je je af? Ze zijn hetzelfde. Twee keer hetzelfde moet op 70 uitkomen. Dus 70 gedeeld door 2 is 35. Dan kan ik hier zetten. Deze hoek is 35 graden. Deze hoek is ook 35 graden. Schrijf ik ook hier trouwens even op. A2 is ook 35 graden. Ja, dat is leuk en aardig. Maar ik moest hoek D weten. Waarom doe ik dit nu? Nou, vanwege het simpele volgende feit. Hoek D zit in de driehoek die ik nu aan het schetsen ben. En we weten verder, omdat er wat gegevens bekend zijn, weten we, even kijken, weten we heel veel. Namelijk, laten we eens kijken, wat is het mooiste om te zeggen. We kunnen in ieder geval zeggen dat de driehoek ACD is gelijkbenig. Waarom kunnen we dat zeggen? Nou, een beetje flauw, maar die moet gelijkbenig zijn vanwege dit. En omdat die gelijkbenig is, kunnen we ook zeggen dat hoek A1 gelijk is aan hoek C. Zullen we hier maar een 1 inzetten en hier een 2? Ja, dat zullen we doen. Is gelijk aan hoek C1. Dus hoek C1 is ook 35 graden. En nu heb ik een driehoek waarvan ik twee zijden of twee hoeken weet. En ik hoef alleen een hoek D te berekenen. Nou, hoe makkelijk kan het zijn? Want driehoek ACD, of eigenlijk AC1D, als ik het nu netjes doe. Driehoek AC1D is totaal 180 graden. Hoek A plus hoek C1 zijn 35 graden plus 35 graden. Oftewel, die zijn samen 70 graden. Dus daar kunnen we direct uit concluderen dat hoek D, en ik hoop dat ik nu niet te veel buiten beeld gooi, hoek D moet dan wel 180 graden min 70 graden zijn. En dat is 110 graden. Dus antwoord op vraag A, hoek D is 110 graden. Nou, dan zijn we al een heel eind op weg volgens mij. Nu gaan we alleen door met de vervolgstap, namelijk bereken hoek C. Dat is een goed plan. Ja, hoek C. Nou, bereken hoek C. Dan mogen we wat verder gaan werken. Ik zet eventjes hierin dat deze 110 graden is. Ik ga nog even nadenken waar ik dat voor kan gebruiken. Even kijken hoor. Want ik moet natuurlijk hoek B. Dat zou één optie kunnen zijn. Of weten we die al? Oh, hoek B weten we gewoon. Wat flauw. Hoek B is 45 graden. Ik keek er gewoon helemaal overheen terwijl ik zelf de opgave heb gemaakt. Dan zie je me weer, als degene die de opgave maakt eroverheen kan kijken, dan kunnen jullie helemaal over dit soort dingen heen kijken. Dus dubbel check je gegevens altijd. Zet ze in de tekening, zodat je zeker weet dat je alles hebt.
Maar goed, hoek B is 45 graden. En eigenlijk is het nu een beetje een eitje geworden. Want ik kan hier gewoon gaan tekenen van oké, hier heb ik een driehoek. Hup, driehoek, ik ga niet door al mijn getallen heen zetten. Maar ik heb hier een heel erg mooie driehoek gemaakt. En mijn heel erg mooie driehoek, driehoek A, B, C, 1. Even kijken, dat gaan we hier even doen. Driehoek A, B, C, 1 is natuurlijk 180 graden. Hoek A, oh wacht, niet A, maar dat is hoek A, 2 natuurlijk. Hoek A, 2 is 35 graden. Hoek B, die is 45 graden. Dus dan kunnen we gelijk gaan zeggen dat hoek C1... C1 is dat? Ah, C2 is dat trouwens. C2, hup, C2. Hoek C2 moet dan 180 graden. Min 35, min 45. Dus hoek C2 is 180, min 35, min 45. Dat is 180, min 80. Dat is 100 graden. Dan hebben we hier 100 graden. En dan komen we op de laatste stap uit. Namelijk deze hoek. Hoek C bestaat uit twee hoeken. C1 en C2. Hoek C1 zagen we net bovenin al. Die is 35 graden. Hoek C2 is 100 graden. Eindresultaat. Hoek C moet dan wel 135 graden zijn. Ik ben Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.